3 miljard voor KLM, 600 miljoen voor de sierteelt, 200 miljoen voor de meest kwetsbare, flexibele arbeidskrachten en applaus voor de zorg. Zo zou je het kunnen samenvatten, voorzitter, het noodpakket. Nederland verkeert in een heftige crisis. Een crisis waarvan de effecten op een pijnlijke manier voelbaar zijn. Voor de mensen in het land en voor de ondernemingen. En het aantal mensen dat zonder baan zit, is in enkele maanden met 41.000 gestegen. En dat is er slechts het begin. In potentie gaat het om 1 miljoen banen die verloren kunnen gaan. 1 op de 10 Nederlanders geeft aan in geldnood te zitten. En de groepen in de meest kwetsbare positie geven aan het hardst te worden geraakt. Met name de groep met een onzekere flexcontract en ZZP'ers met het laagste inkomen hebben geen idee hoe ze het einde van de maand halen. Het water staat ze aan de lippen, wat leidt tot veel stress, onzekerheid en angst. En voorzitter, Nederlanders verdienen een overheid die naar ze omkijkt. En het kabinet mag niet dezelfde fouten maken als bij de crisis van 2008. Toen ons sociale stelsel kapot werd bezuinigd en het besteedbaar inkomen van mensen bevroren werd. Het is overigens lastig om te spreken over een tweede pakket, voorzitter, omdat we eigenlijk niet weten hoe dat eerste pakket heeft uitgepakt. Want hoe effectief is het pakket van 17 maart nu geweest? Hoeveel van die 14 miljard is uitgegeven? En hoeveel banen zijn er gered? Maar misschien belangrijker, kan het op onderdelen slimmer? Voorzitter, voor DENK zijn er 3 zaken belangrijk. Het beschermen van banen, de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen en snelle hulp voor de meest kwetsbare mensen. En om met het eerste te beginnen. Terecht besteden we de komende 3 maanden 10 miljard euro uit aan het betalen van loonkosten van werknemers waarvan de bedrijven een omzetverlies hebben. Maar tegelijkertijd verkleint de regering de kans om die banen ook daadwerkelijk te behouden, omdat gisteravond bij het sluiten van de markt de ontslagboete grotendeels werd afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de stimulans om mensen in dienst te houden. En voorzitter, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Kan de regering garanderen dat bedrijven, als de ontslagboete grotendeels vervalt, mensen niet bij bosjes gaan ontslaan? We willen toch geen Amerikaanse toestanden, voorzitter, waar inmiddels 40 miljoen mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. En het is goed dat bedrijven in ruil voor steun een inspanningsverplichting krijgen om werknemers scholing aan te bieden. Maar wat is dat nou precies, een inspanningsverplichting? En waar is het bedrag van 50 miljoen euro op gebaseerd? Is dat niet te weinig met straks tienduizenden mensen die zonder baan zitten? Waarom heeft de regering nog steeds een voorkeur voor generieke maatregelen, terwijl we zien dat bepaalde sectoren zwaarder geraakt worden? De horeca, de recreatie lijden daar veel harder onder. Moeten niet juist meer sectorspecifieke regelingen komen om die banen te behouden, voorzitter? Het tweede punt. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. En de spaarzame middelen die mogen we niet uitgeven naar mensen die het helemaal niet nodig hebben. Het is voor DENK niet te verteren dat Air France KLM in de lucht wordt gehouden met miljarden Nederlands belastinggeld, terwijl de topman zich verrekt met een dikke vette bonus. En dat alleen bonussen over 2020 voor het bestuur en de directie worden verboden. En waarom niet voor de lucratieve laag daaronder? Ons belastinggeld mag niet weglekken naar graaiende aandeelhouders die belasting ontwijken. Want voorzitter, het ene jaar dikke vette winst en bonussen graaien en het volgend jaar aan het belastinggeldinfuus, dat is ongekend. Onverantwoord en immoreel. Waarom worden de loonkosten van werknemers met een loon tot en met 9538 euro per maand gesubsidieerd? Waarom moet de gewone normale Nederlander daarvoor bijdragen? En wat DENK betreft gaat die grens naar 2 keer modaal. Tot slot, voorzitter, DENK vraagt van de regering gerichte maatregelen om mensen die het zwaar hebben tegemoet te komen. Want we zien dat bepaalde groepen meer te lijden hebben onder deze crisis dan anderen. Flexwerkers, zelfstandigen met een lager inkomen hebben in grote mate kamp met financiële zorgen. De klapstoeltjes van de economie, zoals het CBS ze noemt. De zelfstandige taxichauffeurs, schoonmakers met een flexcontract of bedienden die op oproepbasis werken. DENK wil de regering vragen of deze groep niet onevenredig hard wordt geraakt door de partnertoets in de TOZO. En voor DENK is juist meer steun op zijn plaats. Een verhoging van de TOZO-steunregeling en in de uitvoering van de tegemoetkoming van flexwerkers, de TOVA, heeft de steun. En wat gaat de regering aanvullend doen voor groepen die als kwetsbaar omschreven kunnen worden? Komen er aanvullende armoederegelingen? Voorzitter, Nederland verkeert in een heftige crisis. En de crisis is ook een test voor onze beschaving. En het is zaak om solidair te zijn met de meest kwetsbaren. Niemand mag zonder eten, zonder kleren of zonder dak boven zijn of haar hoofd achterblijven.